wat? Wolfsteentje, maar een hele mooie kwaliteit. Oh ja? Ja. Nu al iets minder, 10 cent. Maar hoe is dat? Ik heb gedemineraliseerd water erin. Want ik denk dat het kraanwater ook gewoon aantast, hè? Ja. Nou, zeker een mooi. Oh, dit is echt heel mooi. Heel leuk. Een hulsje. Er staat er niks meer op. Een 6. Hey. Een verzilverd bestekje. Victoria. Ierland. We zouden toch gaan via het eerste zilver had. Het is natuurlijk wel verzilver, maar het is het zilver op. Ja, verzilver telt niet, hè? Ja. Nee, hij telt niet. Ja. Ja. Nee, hij telt niet. Ja, ja. Wat zie je nou te knikken? Ja, nee. Nou, ik, hoe heet het, zijn hier ook de paardjes van Sinterklaas. Ja. Zo. Kopertje. Duitje. Ik weet het niet. Ik ben aardig op de kopertour. Hè? Ja. Inhaalslag koper. Dat is goed voor de koper. Ja, ja, dat zeg ik ook. Ja. Veel hulzen. Ja. Veel uit de oorlog. Heb ik ook. Ja. En troepjes. Vanwege de weg. Ja, heel veel blik wat door de maaier gepakt ja. is. Kleine, ook. Ja, maar ja, misschien was het vroeger, hè, dat zei ik net al tegen jou. Misschien was deze kruising wel vroeger een pad geweest waar paard met wagen, weet je wel, doorheen liep. Kan. Ja. Maar toch vreemd van die schelp. Nou ja, het kan, hè. Schelp, precies af en toe een beetje schelpen erin. Ja, had ik ook, ja. Kijk nou toch eens. Dit is wel een heel mooi muntje. Een 1 cent. Oh nee. Jawel, 1 cent. Oh, leuk. Nou, ik heb ook een muntje dus. Top. Ja. Het komt er ook nog mooi uit, zeg. Interessant. Ja, 1960 was ik nog niet geboren hoor. 1 cent. Wat is dit? Muurhaak. Oh? Ja. Muurhaak. Wat is dat? Met een gat erin. Het ziet er niet uit als een gewoon ringetje. Het gat is niet center, weet je, in het center. Dat zou kunnen. Kopen. Ja, maar... Ja. Gat erin. Wat is dat? Oh, musketkogeltje. Ja. Oh, die is mooi wit. Ja. Mooi wit van kleur, zeg. Gietnaad zie je ook nog helemaal. Ja. Ja. Ligt er dus wel. Ja, een duit, alleen hij is helemaal kaal, zet iets meer op. Je weet wat het is, hè? Hulst, toch? Ja, inderdaad. Joey weet het allemaal nog goed, wat het is. Een huls. Een marineknoop. Mooi knop.
Zo, hebben we wat, hebben we wat. Zo, dag beste mensen, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Dingen in de Pest. Ja, ja, even de intro, even de intro. Zeker, zeker. Ik ben weer vandaag met... Patrick. Patrick. Een tijdje geleden is je ook mee geweest. Zeker, behoorlijke tijd geleden. Ja, behoorlijke tijd geleden. We waren dan om Stephanie, volgens mij was het de laatste keer Amsterdam, hoor. Ja. Ja. En ja, we gaan er vandaag even weer met z'n tweeën zoeken. We zijn op een best wel een oud welvarend gebied, zeg maar. Dat is altijd wel welvarend geweest, dus dat is wel een goed teken. En dan ben ik benieuwd of ze ook wat gestrooid hebben, zeg maar, op dit mooie akkertje hier zo. En we gaan eens even kijken, we hebben nog sowieso wat backup landjes. Dus eigenlijk meer een beetje een testrondje van wat hier te vinden is. En anders dan gaan we naar een ander landje. Zo is het. Dus wens je succes, man. Thanks. Is goed. Yo. Haakje of zo. Ja, ja, het is verroest hoor. Dit hoef je niet veel te zetten. Ik weet niet, ik vind het wel apart. Is dat brons? Het voelt wel licht aan, hè? Te licht. Voelt niet echt met die, En wat zie je er apart aan? Vraag ik me wel af. Gewoon vorm. De vorm. Materiaal. Ja. Afronding erboven. Misschien is het, lijkt het meer dan dat het is. Ik denk het wel, ja. Maar ja, het kan een fragment zijn. Hey, van iets. Ja. En met schoonmaken weet je het altijd, hè. Ik vind, soms dan gooi je wel eens bijna dingen weg. Dan gooi je wel eens bijna dingen weg, ja. Wat dat toch iets is op het laatste moment dat je, hey, wat is dit nou? Precies. Of dan kom je later achter. Dat het gepost wordt door iemand. En dan ga je wel weer eventjes in je lood of koopbaar kijken. Dat het toch wel iets is. Ja, een keertje met een heel klein schijfvieblaadje gehad. Die ik in Friesland had gevonden. Nee joh. Ja, dan dacht ik, ja, wat is dat voor rond troepie, weet je. Ja. Heel lang ergens liggen, totdat hij op Facebook langskwam. Ging hem schoonmaken. Oh. Gewoon een schijfvieblaadje. Ja. Ja, gaaf. Ja, 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 ja. Maar, ja. Kan gebeuren. You never know. Een updateje doen van de vlog. Ja. Nou, Pat, daar zijn we dan op landje 2. Ja, hier zijn ze al aan het vlakken. Want er wordt hier straks ingezaaid. En ja, dus we moeten nou pakken, de kans. En dus, nou, succes, hè? Jij ook. Jo. Nou, de eerste vondst van het tweede akkertje. Ja, ik vond net een, nog een zegelootje. Zegel. Maar, een klein spinlootje. Nee, dat is een nette verzwaring. Oh, een nette verzwaring. Ja. Spinlootje is even wat dunner en wat breder. Oh, nog een keer. En vaak zijn ze versierd. Dat is een spinlootje. Okay. Dus er zijn wat visactiviteiten geweest hier. Wel ouder. Ja, we gaan verder. Cool. Het moet eruit. Ik denk dat ik een musketballetje heb. Okay. En jij hebt een ring gevonden. Oude ring? Ja, heb je de ring. Waarschijnlijk, ja, je ziet nog een heel klein beetje hier dat hij verzilverd is geweest, zie je? Ja. Een ring. Een ring voor Patrick. Dat is ooit verzilverd geweest. Dat is mooi. Dus het ligt er wel. Goed begin. Fibula. Ik dacht dat hij dik is, dik. Ik ken hem niet. Wil je 1 cent? 1 centje. Ik vind het een. Volgens mij lijkt het op een. Kristal. Ja, van een hek. Ja. Ah, klopt niet zo mooi, maar wel hoog. Heel mooi. Theegesp. Daar heb ik er ook wel genoeg van. Wat heb je, Pet? Tel niet.
Nou, dat is een mooi ding geweest. Zo. Trok hem eruit en hij breekt af. Oh, niet ruim geschept. Zonde. Gaan we even beter schoonmaken. Ja, een soort broche of zo. Het heeft geen speldhoudertje of zo. Oh. Wat is het geweest? Een leuk ding. What is it? Ja. Dus misschien weten kijken dat. Hè? Ik hoop dat hier nog wat onder staat. Dat zal mooi zijn. Het zou wel moeten, denk ik. Het is niet een gespbeslag. Het is echt een medaillon misschien. Oké. Okay. Het is... apart. God. Wat een apparaat. Hè? Oh, tandwiel. Een dik vet koper tandwiel, man. Ja. Tandwiel vieren. Zo, wat zal dit aangedreven hebben? Een heel mooi stukje koper. Ben je geen gespierd erbij? Nou, ook niet zo oud, nee. 1800, 1900? Ja, leuk. Ja. Moet kijken met de fibula. Nou, dat is geen fibula. Een haakje. Oh. Ik schrok me even. Ja. Rambam. Wat een unit. Ja. Maar wat is het, hè? Wat is het? Nee. Gewoon een haakje, messing, denk ik. Hm? En? Ja. Wat hebben wij hier? Mijn eerste munt voor vandaag. Duit. Het eerste muntje. Nou, als dit nog wat gaat worden. Er staat nog wel wat op. Tja, maar wat? Maar wat? Ornament. Een klok, denk ik. Een klokje heb gestaan of zo. Het is een versiering van iets. Geinig. Ja. Het voelt van de dag. Leuk. Houd toch op. Ja. Nou ja, een cent. Ja. Ik dacht, ik ga toch eens nog met een dubbie naar huis. Nee, het is 1 cent. Ik stond te huilen.